Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. In de vorige aflevering hebben we met veel pijn en moeite hebben we eindelijk onze Shadow Armor kunnen krijgen. Hebben we eindelijk een meteor gevonden nadat er dus 3 gevallen zijn. En in deze aflevering horen we dus al gelijk een mailgeluidje en ga ik dus eerst eventjes potions brewen. Wat ik eigenlijk in de vorige aflevering ging doen, maar omdat alles weer misging zoals altijd omdat de Let's Play vlog zo vriendelijk is, maar niet heus. Oké, kalm. Kalm. Gaan we deze aflevering eerst beginnen eventjes met wat potions. Dan gaan we naar de diepvries biome. En dan hoop ik dat ik daar zeg maar een paar craftation potions kan vinden. Zodat we de sky kunnen vinden. Goed, nou ik heb al wat ingrediënten meegenomen. Eerst wil ik jullie eventjes de silt blok laten zien. Dit ding hadden we ergens. Ik weet niet meer welke aflevering gevonden. Maar die kun je dus zeg maar hierin douwen. En dan krijg je dus geld of ore krijg je ervan. Wat dus zeker heel erg handig is. Omdat we hebben ingrediënten nodig. Nou we hebben dus 640 koppen coin. Dus we hebben... 600? Kreeg ik nou net 640... Ik heb 10 golden coin. Kijken we zo naar. Maar nu hebben we dus ook iron ore, lead ore, platinum ore. Dat is dus ja, hetzelfde als goud. Dus ik zal het eventjes zo neerzetten tot we... even kijken, iron. Nou, dit is lead. Silver ore. Wij hebben tungsten en copper. Dat is hetzelfde als tin. Dus zeker handig om dat allemaal te vinden. En wat ik nou wou doen is... zoals je dus ziet, ik heb mijn... glowing mushroom, moon glow, blink root en gold ore bij me. Want wat ik wil doen is... ik wil een paar potions maken. Voornamelijk even kijken... ik wil spelanken potions maken. Nou, daar kan ik best wel veel van maken. Dus 1, 2, 3, 4. 5. Want ik heb ook namelijk nog die andere. Dus hebben we 6 spelanken potions die we zeker kunnen bewaren. En nou had ik ook heel eventjes gekeken of wij de LPV... daar kwam Tom Post aan met een reactie. De LPV, de Let's Play vriendelijke potion. Of we die eventjes kunnen maken. Dus ga ik heel eventjes kijken. Ik had hem net wel gezien. Dus ik moet heel eventjes kijken welke ingrediënten dat ik daarvoor nodig heb. Een daybloom en een glowing mushroom. Het nadeel is, een daybloom is eigenlijk heel erg belangrijk voor andere potions. Een daybloom is namelijk heel erg belangrijk voor een regeneration potion of voor een iron skin potion. Maar we hebben er best veel, dus ik denk dat ik er wel... weet je wat, we maken er 4 vooruit dan. Doen we er 4 maken. Platinum ore. Ja, die verkoop ik. Dus eventjes bij de resources, heel eventjes snel. Quick stack. Zo, want we hebben een goudwereld, dus deze, daar hebben we niks aan. Dit is allemaal stuff waar we niks aan hebben. Tungsten? Nee. Dus dat kunnen we allemaal weer verkopen. Nou, dan doe ik heel eventjes snel eventjes dan wat van die shine potions maken. Let's play vriendelijk potions, LPV'tjes. En dan denk ik dat we dadelijk wel, zeg maar, die dungeon in kunnen. Aangezien dat we hebben nou genoeg spellanken bij ons, dus... ik neem aan dat we wel goed zitten. Maar wat ik ook heel erg mooi vind, is omdat we dus zeg maar van die silt zoveel coins hebben gekregen. Echt, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Ja, platinum, gewoon, hoppakee. Wat ik dus heel erg grappig vind, is volgens mij hebben we de 35 gehaald. En dat betekent dat we dus inderdaad onze musket... Ja, ik heb na zitten te denken, maar we hebben hem echt bijna niet gebruikt. Dus daarom wil ik hem gewoon gaan verkopen en niet aan de muur hangen van het flashback huisje. Want ik neem aan... wat wil ik doen? Oh ja, potion ingrediënten. Zo. Want wat wij nu kunnen doen, is als wij bij ons eigen huis even langs gaan. Ja, je bent nog steeds even eng als altijd. Nou, als we naar ons eigen huis toe gaan, en ik kijk dus heel eventjes in mijn geld. Als ik dus 25 gold coins meeneem, dan hebben wij dus 35. En met 35 golden coins in onze portemonnee, zullen we maar roepen, kunnen wij eventjes langs onze Malik gaan. En kunnen wij de mini shark kopen. Insanely fast speed, no knockback material, bla 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 bla. Health shark have gone completely awesome. Quick! 12% extra speed. Oké, nice. Nou, weet je wat, dan mag jij deze hebben. Hebben we toch weer een beetje geld terug. We hebben 361. Zo. Dit wapen is geweldig. Wat dit wapen kan doen, is het kan ontiegelijk snel schieten. Ja, dit is echt een van mijn lievelingswapens van het spel. Nou, ik zie jullie bij de ice biome. Dus ik ben zo bij jullie terug. Oké, hier zijn we dan bij de frost. Het is weer avond, dus ik zal eventjes gelijk een LPV potion gebruiken. Waardoor dat we dus alles beter kunnen zien. En wat ik van plan ben is... ja, het wordt dus minen. En ja, dit was ik van plan om met audio commentaar te gaan doen. Dus ik weet niet hoe diep dat hier is. Oké, valt mee. Dus wat ik van plan ben is, ik gebruik gewoon 1 spelanka potion op normale snelheid. Daar gaan we gewoon mee beginnen. En de tweede spelanka potion, dat doen we dan in fast forward. Hopelijk dat we dan nog genoeg tijd hebben om dus als we een gravitation potion vinden,
zeg maar, de skybases nog in deze aflevering te kunnen onderzoeken. Wat ik zeker heel erg fijn vind. Hi, wil je alsjeblieft eventjes weggaan? Dankjewel. Dus ik ga heel eventjes diep genoeg naar proberen te komen. Wat ik hier eigenlijk probeer te vinden is misschien een blizzard in een bottle. Ja, je hebt een cloud in een bottle, maar je hebt ook een blizzard in een bottle die we kunnen vinden. Dus nou, ijs, daar willen we zeker helemaal voor uitkijken, want dat is heel erg dun ijs. Dus dat breekt nogal makkelijk. Ik wil ook zeker gold ore meenemen, mochten we nog wat meer blanke potions hebben. Dus we gaan gewoon over een booby trap heen lopen. Maar wat ik dus het allerbelangrijkste vind, is dus dat we echt eventjes op zoek gaan naar kistjes. En hopelijk dan die potions vinden. Dus laten we ons eerst eens blanke potion maar gaan gebruiken. Tot nu toe zie ik niks. Ik zie daar wat tin liggen. Maar ja, tin, dat weten we. Dat is niet echt heel erg interessant. Dus dan gaan we gewoon wat verder naar beneden toe. Er liggen hier ook heel erg veel booby traps, zo te zien. Volgens mij is dat daar ruby, wat we daar hebben liggen. Ik weet niet zeker. Even kijken. Is dat ruby? Ja. Dus zeker handig. Oké, nou, Terraria. Geef ons minder traps en meer stuff. Oké, nou, ik zie tot nu toe nog geen kistjes. Dus vergeet niet, hard crystals, die zijn ook altijd nog welkom. Aangezien dat we hard crystals nodig gaan hebben voor ja, op ons maximum health te komen. We zitten op 300, dus we hebben er nog 5 nodig sowieso. En vergeet niet, een life crystal is ook nog eens een keer handig om iets, zeg maar, te craften later in het spel. Oké, nou, kun je alsjeblieft heel even... Dank je. Oké, nou, kistjes. Ik zoek wat kistjes. Potten hebben we niet veel aan. Oké, nou, gelukkig hoeven we niet echt veel te graven nog voor onze kistjes. Ik was al bang. Fiber, waar was je? Wat is dit? Niks. Dat is een beetje. Oké, ik zie eronder weer een trap liggen. Dus daar zit de pressure plate. Heel sneaky, heel sneaky. Oké, nou, kom op zeg. Ik wil nou op zijn minst... Echt, ons main goal is echt nou gewoon kistjes. Dat is het ergste. Dus en hier vinden we dus diepvrieskistjes. Nog geen kistje. Het kan zijn dat ik een kistje vergeet, jongens. Mocht dat gebeuren, mijn excuses daarvoor. Ja, we gaan gewoon onder water. We gaan gewoon onder water. Niet het slimste voor iedereen. Oh boy. Jij bent best wel sterk. Sterf. Goed zo. Nou, ik zie ook wel goud hier liggen, dus... Even wachten. Dit kan ik tegengaan. Oké. Mooi. Nou, even... Oh. Oh, dit is een spider cave. Oh boy. Ben ik hier al sterk genoeg voor? Ik weet dat ik de laser gun nog niet heb laten zien. Dat wil ik zeker dadelijk laten zien, maar... Ik ben nog nooit eigenlijk in een spider cave geweest. En zijn dat spider banners? Yep. Maar ik ga alleen maar voor de banners die we tegenkomen in... die we alleen maar krijgen, zeg maar, van vijanden en zo. Dus, oké. Wat vinden we hier allemaal? Ik zie kistjes. Ik zie wel een hoop files op. Wat ben jij? I would have got free cut if you come earlier. Oh, wat ben je guy? Hair dye. Oh, dan kun je daarmee kunnen we dus, zeg maar, onze hairstyle veranderen. Nou, dat is zeker heel erg interessant. Oké. I'll take it. Ik zie daar een life potion. Ik moet zeggen dat ik daar nog nooit eigenlijk... dat ik haar nog nooit gevonden heb, eerlijk gezegd. Oké, nou... Er gebeurt heel veel in deze let's play wat ik nog niet gevonden heb. Daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Nou, we hebben 1 life crystal. Maar vergeet niet, we zijn hier voor kistjes. En mijn shine potion is ook al bijna uitgewerkt. Dus, Oké, laten we eventjes deze kant op gaan. Dus, Nou, ik heb eigenlijk wat kistjes nodig, jongens. Daarvoor zijn we eigenlijk weer een cave system ingegaan. Dus mag ik een paar kistjes vinden? Misschien. Heel misschien. Ik zie hier ook weer niks. Ondertussen pakken we wel weer een life crystal. Oké. Dat is al life crystal nummer 2. Op zich moet ik nou niet klagen. Maar wat heel erg belangrijk is. Is dat wij. Oh, hi. Ik vind het wel heel erg donker nou. Nog een shine potion dan maar. Hoppakee. Wordt nu eigenlijk heel erg belangrijk dat wij dus, zeg maar, kistjes gaan vinden. Ja, jij bent heel erg eng. Auw, de pijn. De agonie. Oké, ik zag een huis. Ik zag een huis. Een plek onder de zon. En een keiskistje daar in de buurt met hopelijk veel zooi. Wat zit erin?
Yes! Een blizzard in een bottle. We hebben een double jump. Welke doe ik weg? Welke doe ik weg? Deze die wil ik heel eventjes dan maar bewaren. Ik heb echt die double jump wil ik hebben. We kunnen nog een keer een Eye of Cthulhu doen. Leuk. Oké, laten we alles looten. Laten we het ijskistje meenemen. En laten we eens heel even verder kijken hoor. Misschien tot... Er zit geen gravitation potion in, maar we hebben wel... Tot we nou dus een double jump hebben. En dat maakt mij heel erg blij. Oké, nou, even hier naar beneden graven. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat we dus niet meer bang hoeven te zijn. Tot we dus zeg maar te pletten zullen vallen. Op het moment dat wij van een hele hoge hoogte vallen. Het enige wat we hoeven te doen is een double jump. Oké, nou we hebben één van onze twee dingen die we dus zochten. Die hebben we nou gevonden. En ik zie dat onze spelanken over is. Dus ik ga nou heel snel, eventjes snel onze volgende fast forward voorbereiden. Met dus zeg maar nog een spelanken potion. En hopelijk dus zeg maar dat we die kistjes gaan vinden. Dus, Spelanka, in, en fast forward muziek, here we go. Oké, nou daar waren de fast forwards. Ik heb in plaats van maar eentje heb ik er twee gebruikt. Omdat ik was eigenlijk hopelijk iets gevonden. Interessante dingen die we gevonden hebben. Fish summons a baby penguin. De baby penguin doet helemaal niks. Maar is eigenlijk hetzelfde als Fiverr. Alleen dan als konijntje. En Fiora die is nou bij ons gekomen. Hi Fiora. Ik denk dat ik hier ook nog even iets neer kan zetten. Ik weet niet wat. Ik verzin nog wel even iets. Even kijken. We hebben nou 5 life crystals gevonden. Dus dat maakt het zo dat ons leven op maximaal zit op dit moment. We hebben 2 suspicion looking eyes. Dus we kunnen de suspicion looking eyes... Ja, we kunnen dus de Eye of Cthulhu 2 keer oproepen. We hebben danger sense potions. Ik heb nog mijn spelanka potions. We hebben weer wat rubies gevonden. We hebben een broken snowball en een godly snowball. We kunnen dus met sneeuwballen schieten waar we dus eigenlijk helemaal geen ene flauws aan hebben. En... Ik denk dat ik voor plan B ga, want we hebben geen gravitation potions gevonden. Waar ik eigenlijk best wel van baal. Even kijken, want we hadden wel heel erg veel andere zooi nog gevonden. Dus ik ga heel eventjes mijn inventory kleren en ik zie jullie in een seconde. Oké, nou, de inventory die is leeg, dus ik ga jullie heel eventjes laten zien wat ik voor plan ben. Eerst denk ik dat nou dat we een meteor hebben en nog niet een meteor armor hebben, maar wel de... Forceful Space Gun. Wil ik jullie heel eventjes een leuk iets laten zien. Want ik had het over de... even kijken. Resources. Meteors zijn dus, zoals ik al zei, heel erg belangrijk. Ik neem ook eventjes de ruby mee. Want we hebben helaas... ja, we kunnen een gele maken. We kunnen een rode maken. Ik wil een rode. Ik heb wel een rode. Vind ik veel leuker. Dus Red Faceblade is sterker dan de katana. Dus als ik die pak... Murderous. Dat is awesome. Hoeveel is dat? 24. Oeh, nice. Dus we hebben zeg maar een nieuw zwaard. Dus onze katana. Die mag naar onze flashback huisje. Helemaal vergeten dat we die ook nog konden maken. Dus die mag daar mooi hangen. Dat is zeker een wapen wat we zeker nog een paar keer gaan gebruiken. En luister. Ik hou van dat geluid. En wat ik ook heel erg belangrijk vind om met onze resterende bullets... met onze resterende meteor te doen... Dat is om meteor bullets te maken. Wat het voordeel is bij meteor bullets is op het moment dat wij dus zeg maar goed luisteren
na onze, ja, niet luisteren, maar als we deze afvuren, dan stuiteren ze, waardoor dat we dus zeg maar makkelijk skybases kan vinden. Dus dan schieten we omhoog en dan hopen we tot er natuurlijk weer de kogel terug naar beneden komt, zodat we weten van, hé, daar zit iets. Dus wat ik ga doen is, ik ga heel voorzichtig langs mijn wereld lopen en kijken of we ergens kogeltjes kunnen vinden die terug gaan stuiteren. En zo gaan we dus proberen een skybase te vinden. Aangezien dat we nou een double jump hebben, lijkt mij dus dat nogal makkelijk. We hebben ook een extra kistje gemaakt. Ik heb een kistje neergezet met bosses erin. En daar heb ik dus zeg maar de Eye of Cthulhu in gezet. Dus ik ga op onderzoek uit en ik hoop jullie natuurlijk te zien met goed nieuws dat we dus zelf... Weet je wat, voor de grap, laten we zelf even kijken of we hier... Zo, dat zie je niet. Ik zie jullie in een seconde. Oké, jongens. Ik denk dat ik hier iets gevonden heb. Oké, nou. Dan gaan we hier maar heel erg gevaarlijk naar boven klimmen. Waarom ook niet? Dat is de enige manier waarop dat ik kan denken om nou bij een skybase te komen. Dus, oké. Nou, ik zie daar al water vallen. Dus er zit hier inderdaad een skybase. Oké, decent enough. Eens even kijken. Ik ben wel blij dat ik jullie eindelijk zeg maar zo'n skybase kan laten zien. En ja, laten we een beetje linkersoep erin gooien. Ik bedoel, we hebben een double jump. Laten we hem ook gebruiken. Ik bedoel, we hebben een grappling hook en die kun je goed combineren samen met elkaar. Dus, oké, wat hebben we hier? Ah, het skyhuisje. Nou, dit is dus niet eentje waar een meteor opgevallen is, dat voor zeker. Elk skyhuisje zal dus binnen een huisje hebben met een deur. En ik denk dat ik hier ook een extra verdieping van wil gaan maken voor de NPC's. En oh, lucky horseshoe. Oh, daar ben ik zo blij mee. Lucky horseshoe, wat het doet. Het zorgt ervoor dat je geen falling damage meer neemt. Daar ben ik blij om. Wat niks aan haal is, ik heb geen slots meer. Ja, 2 defense. 3 defense eigenlijk. Nou, laat ik die even hier plaatsen. Ik wil die hebben. Ik wil hem hebben. Ik wil hem gewoon hebben. Dus dat is zeker een van de dingen waar ik eigenlijk voor wou gaan eigenlijk. Het valt me mee dat we dus zeg maar niet echt veel... Maar nou nemen we dus geen fall damage meer. Dus die stomme praktijken van zwaartekracht is onze grootste vijand. Daar hoeven we ons niet meer druk over te maken. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Nou, ik wil eigenlijk nog iets vinden bij een skybase. Dus ik ga nog heel even kijken of ik nog een tweede skybase kan vinden. En mocht ik die hebben gevonden, dan zie ik jullie terug in een seconde. Deze is nog niet eens hoog. Ik bedoel, deze is extreem laag. Nee, kijk, deze is echt laag. Ik bedoel, hoe hoger dat de skybase zit... Ga weg. Hoe hoger dat de skybase zit, dan krijg je dus zeg maar sky enemies. Zoals harpies kunnen dan spawnen. En later nog zelfs is het zeg maar heel erg belangrijk dat we hier een hele sterke vijand gaan verslaan. Maar... ja, daarom hoop ik eigenlijk een iets hogere te vinden. Dus wat ik nu ga doen is ik ga... Ik wil automine aan, dank je. Ik jat heel eventjes deze blokken mee. En ik geef even zoek naar een andere skybase. Dus ik zie jullie in een seconde. Oké, nou ik heb helaas geen extra skybase meer kunnen vinden. Jammer genoeg. Je ziet hoeveel kogels dat ik nog over heb. Dus dan maak ik gewoon eens rond. Dus wat ik van plan ben is om heel eventjes snel alvast het ontwerp 3, 4, 5, 6 zeg maar voor onze volgende verdieping te maken. Want ik heb 1 tafel, dus we kunnen 1 NPC alvast weer kwijt. En we hebben 1 deur, dus we kunnen alvast 1 kamer weer maken. Dus ondertussen dat ik heb de... Weet je wel, ik maak dit heel eventjes af in fast forward. Dus edit er even fast forwardje alsjeblieft. Oké, nou dat is dan mooi gedaan. Als ik me niet vergis, kunnen we nou dat mensen wat nou zeg maar weer bij ons, dat kunnen we nou mooi daar kwijt. En zoals ik al zei, we missen nog hier een heel klein beetje. Maar ja, daar zorg ik er wel voor dat als we de volgende skybase gaan vinden. Want bij de volgende aflevering die dus zeg maar... ik moet wel een sign meenemen als ik de kant op ga, dan vergeet ik steeds. Nee, maar in de volgende aflevering gaan we dus weer een avontuur. Dan gaan we naar de gevaarlijke jungle toe. Dus dat is eigenlijk onze volgende stop. We lopen een beetje nou vooruit met de spullen in plaats van dat we achterlopen. Ik bedoel, onze defense is goed. We hebben goede uitrusting. Dus
Hopelijk dat we snel vinden in de jungle wat we nodig hebben. Want daarna komt dus zeg maar de volgende spanning die we dus zeg maar tegenkomen. Nou, ik ga even bordje aflevering episode 6 ophangen. Misschien handig om daar ook eventjes trouwens een beetje ruimte tussen te plaatsen. Dat zal wel zo vriendelijk zijn. Zo, klein beetje. Ja, ik denk dat dat het beste is wat ik kan doen eigenlijk hoor. Dus zo, ja. Houden het erop. Oké, dus episode 6. Episode 6. Ik heb de commentaar onder de knop, dus geef me weer even een seconde zoals gebruikelijk. Oh, oké, ik heb hem eventjes. En die komt van Volt. En die had geschreven... Ik hou van dit spel. Vooral hoe jij dit presenteert. Echt een supermooie overwereld met veel te doen. Ben benieuwd wat er nog meer te doen is. Oké, nou, heel hobbel. We zitten nou behoorlijk goed in het spel wat betreft dat we dus nou goed kunnen exploren. Maar geloof me, er is één ding wat kan gaan gebeuren in dit spel wat het zo enorm moeilijk gaat maken. Tot we nu behoorlijk kwetsbaar zijn. Maar goed, dat zien we allemaal maandag. Dit weekend, ik weet niet wanneer dat dit komt. Zaterdag of zondag, ligt eraan hoe snel dat ik ben met editen. Dan komt de volgende aflevering van Meat Boy. Dus er komt er helaas dit weekend weer maar één aflevering. Vanaf dat moment denk ik dat de livestream zou gaan beginnen. Maandag gaan we weer verder met Let's Play Terraria. Ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien bij de volgende aflevering. Dus tot dan. En heb je een leukste momentje voor de video? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Heb je een vraag? Kun je dat ook laten weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, dan laat een like achter als je daar natuurlijk ook tijd voor hebt. Dus tot de volgende keer allemaal. Bedankt voor het kijken. Doei!